Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Pessina. Naar de buitenkant. Gomez. Goossens is mee. En dan centraal Zapata. Wat doet Gomez? Hij vindt Zapata en daar is de kans. En dat is de eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd. Voor een Nederlander trouwens. Martin de Roon. De defensieve man. Centraal op het middenveld doorgelopen. Dit is goed gevoetbald van Atalanta. Alleen de afwerking ontbreekt. Gomez. Het mag wel iets te makkelijk hoor. Dat hij daar Zapata vindt. En het loopvermogen van Pessina. Die duikt in de hoeken. Dat is een nuttige speler. En nu het poortje. Dat gaat wel erg makkelijk. Zijn tegenstander voorbij. En de tackle nog net op tijd. Want Duvan Zapata was meer dan op de juiste plek, denk ik, om hem binnen te duwen. Kijk hier, hop, door de benen. Een panna op de flank. En dan ja, de goede tackle nog van Martinez. Oh, opletten, want daar is plots de kans. Daar is plots de mogelijkheid. En is dit een penalty of niet? Del Cerro Grande liever die gebaard van niet. Strekt de beide armen uit en zegt nee, hier is niets aan de hand. Maar er is toch nog een VAR natuurlijk. Wat gebeurt er hier? Kijk, een slechte terugspeelbal. En dan zit Ekkelenkamp ertussen. Probeert hem dan te geven aan Huntelaar. Die wordt uit balans gebracht door Freuler. Ja, 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 ja. Hij heeft toch weinig oog voor de bal, hè? Remo Freuler. Hier gaan we nog eens zien, ja, Huntelaar. Hij voelt Freuler wel komen. Hij gaat misschien ook gretig neer, maar toch, er was wel degelijk contact. En ze zullen er nog over napraten achteraf, wellicht. Zapata glijdt weg. Geen overtreding. Spaanse scheidsrechter laat het spel doorgaan. Quincy Promes, mannetje voorbij. Promes naar het centrum. Dit is beter van Ajax en daar is Davy Klaassen. Nee, dit was hem dan. Plots de kans voor Ajax. Ik denk met een beetje meeval, al was het ook een goede versnelling. Eindelijk is een tempoversnelling bij Ajax. Gravenberg. Oh, Gravenberg. Die heeft al een gele kaart. Ryan Gravenberg met rood naar de kant. En dat dwarsboomt de plannen van Ajax Amsterdam natuurlijk helemaal. Op dik 10 minuten van het einde moeten ze ook nog met z'n tienen verder in een wedstrijd waarin ze ja, nauwelijks één echt grote kans bij elkaar hebben gespeeld. De 18-jarige Wonderboy probeert het nog uit te leggen aan Carlos Del Cerro Grande. Ten Hag kijkt met grote ogen toe. Maar deze man moet eruit. Maar het is een harde realiteit. Dat ook voor de Nederlandse ploegen kijken. Nu hier naar Muriel. Muriel gaat het afmaken. Het is voorbij voor Ajax. 0-1. Invaller Luis Muriel. Doet de boeken dicht voor Ajax. 5 minuten voor afluiten. Ze stonden al met z'n tienen. Maar ja, Atalanta was eigenlijk uitgekookt vanavond. Was al een paar keer in de buurt van een doelpunt.
En nu, kijk, één duel winnen op de middenstrook en dan meteen diep lopen. Muriel, helemaal geen buitenspel. En dan voorbij de doelman, voorbij Onana en binnenschuiven. Freuler stuurt hem diep en Muriel, fris ingevallen voor de moe gestreden Zapata, beslist de wedstrijd. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.